Nu ga ik cijferend aftrekken. Hoe trek ik cijferend af als er een term ontbreekt? Ook hier gaan we eventjes herhalen. Het lenen is in dit geval heel belangrijk. En hoe doe je dat ook weer, lenen? 3 min 5 gaat niet. Daarom ga ik 1 tiental lenen en dat ene tiental worden 10 eenheden. Nu heb ik geen 3 eenheden, maar heb ik 13 eenheden. En 13 min 5, dat gaat wel, want dat is 8. Wat overblijft is 1. Hier zie je een oefening met een ontbrekende term. Opnieuw werk ik stap voor stap en ik begin bij de eenheden. 6 min een getal is 2. Dat gaat, want 6 min 4 is 2. 1 min een getal is 4. Ik kan van 1 niks afdoen om 4 te krijgen, dus ik ga lenen. En ik ga lenen bij de honderdtallen. 1 honderdtal, dat worden 10 tientallen. Vandaar dat ik nu geen 1 tiental heb, maar 11 tientallen. En 11 min 7, dat is 4. Er staat nu geen 3 meer, maar er staat 2. 2 min een getal is 1. Dat moet wel 1 zijn. 2 min 1 is 1. 4 min een getal is 0. Dat gaat ook, want 4 min 4 is 0. 7 min een getal is 8. Opnieuw, ik kan niet meer krijgen als ik iets eraf trek. Vandaar dat ik ga lenen bij de 5. Dan heb ik geen 7, maar 17. En 17 min 9 is 8. 4 min 2 is 2. En daar is mijn ontbrekende term. Een paar tips. Denk aan het onthoudvak en vul het onthoudvak in als het nodig is. Werk in potlood.